Scheld er eentje, dit gaat goed. Weer een tegenstander minder. Zo, niet slecht. Nee. Waar komt deze nou ineens weer vandaan? Ja, uit de hoge hoed. Ja, daar komt hij. Hij gelooft het niet. 15,57. Kijk, 57. Nou, precies het piek weer af. Het is weer een perretje. Thank you. Maar jullie, het is ook vastgelegd. Nee joh, dat is stom. Maar wat doe jij nou met die beer? Ik lig gewoon op wat. Ja, maar dat kan toch ook andersom? Nee, maar net lag ik zo, maar kijk, dan kan ik de baan niet echt zien. Dus ik dacht, ik draai. Ja. De laatste serie zijn trouwens 400 meter. Op de laatste meters 1,94. Daarmee was in een kleine seconde 1,74 was de tijd van Margarike Grotemarsen. En dan komen ze alweer aan. Ketters! Kom op, nog even! Kom op! Lianne van der Lugt. Thomas Poesiat afstand neemt en nu nog meer afstand is niet helemaal verwonderlijk. Want de dichtheid die hij opgegeven heeft hier en die reëel is 13,57. En Thomas Poesiat is ruim over de helft. 600 te gaan, 2400 meter, 50 terug. En daar komt de nummer 2 in de wedstrijd. Met het record. En hij zelf komt ook niks uiteraard. Thomas, wat wees je nou demonstratief naar je nummer? 1444, dat was mijn tijd. Is het een flauw idee? 1443, 1444. Hey. Goed voor de Thijs. Netjes gegokt, jochie. Ja, goed hè? We gaan naar atletiek vandaag. Zondag 22 april was de eerste competitiewedstrijd voor zowel mannen als vrouwen voor Olympus 70. De teams zijn vanmorgen afgereisd naar Noord-Holland, naar Hoorn. En we hebben aan de telefoon Peter van der Wel. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent aan het rijden, niet zelf hoop ik? Nee, we zitten in de bus. Oké. Dus ja, jullie zijn dus met een hele grote ploeg daar naartoe gereden, denk ik? Dit jaar weer samen voor het eerst sinds jaren. Een herensploeg en een damesploeg. Allebei volledig gevuld. 14 heren en 9 dames. Dus het was een busvol. Ja. Prachtig. Nou, hoe is die eerste competitiewedstrijd verlopen vandaag? Nou, voor beide ploegen zeer naar tevredenheid. De heren zijn overal op de derde plaats eindig van de 12 ploegen die daar waren in Hoorn. En de dames op de tweede plaats. En die hebben zelfs de dag afgesloten met een clubrecord op de Zweedse estafette. Ja. Misschien dat je nog even uitlegt hoe die competitie dan in elkaar zit. Ja, die competitie zit als volgt in elkaar. Je hebt een eredivisie in Nederland, een eerste divisie. Dat zijn 12 teams. En dan heb je daaronder een tweede divisie. Daar komen er zowel de heren als de dames van Olympus in uit. En die tweede divisie die bestaat uit 36 teams. Zowel voor de heren als de dames. En die teams, die 36, worden verdeeld over 3 pools. En die 3 pools, nou ja, in een van die pools zitten de dames en de heren. Dus dit keer in Hoorn. Daar worden 3 wedstrijden overal voor gedaan. Tot aan de zomervakantie. Dit was daar de eerste van. En na die 3 wedstrijden wordt de balans opgemaakt. Er wordt getest of je wel of niet een promotie maakt of een degradatiewedstrijd moet gaan doen. En dat is allemaal in september. Ja. Dus we hebben 3 wedstrijden tijd om over alle onderdelen bij elkaar opgeteld te proberen nou te handhaven wat we nu hebben. Tweede en derde is zeer gaaf. Ja. Maar gaan jullie voor promotie naar de eerste divisie of is het een kwestie van handhaven? Het zou mooi zijn als het lukt. We hebben met de dames de afgelopen jaren op rij een aantal jaren in de eerste divisie gehandhaafd. Dat waren prachtige wedstrijden. Zijn we verleden jaar net uitgekukeld eigenlijk. Dus we zitten nu voor het eerst weer in deze klasse. En dan is het toch zaak om eerst te handhaven en te kijken waar je dan eigenlijk staat. Het is toch wel lastig om hieruit te promoveren. Maar zoals het er nu voor staat, ziet het er wel veelbelovend uit dat je in ieder geval een heel mooi seizoen kunt draaien. Peter, tot slot, kan je nog wat belangwekkende prestaties van Olympusleden noemen vandaag? Ja. Een aantal. Ik heb bijvoorbeeld bij de heren Nico Zuidema, die vanochtend vroeg van 110 meter hoorde een clubrecord liep van 15 seconden 57 honderdste. Bram van Ruijen, die benaderde zijn verspring persoonlijk record, die sprong 6,53 meter. Om maar wat prestaties bij de heren te noemen. Daarnaast hebben we bij de dames ook nog een clubrecord gehaald, wat ik net noemde. De Zweedse estafette is daar de dag mee afgesloten. Die liep 2 minuten 18 seconden en 96 honderdste. Dat is een clubrecord voor Olympus. En dat werd gelopen door Lianne van der Lugt, Ramona, Amy Stolk en Yvonne de Jong. En die lopen dan in die volgorde een 400, een 300, een 200 en een 100 meter. Dus samen 1000. Dat is een spectaculair onderdeel om een dag mee af te sluiten. En tussendoor niet te vergeten Thomas Poesiat, die liep een 5 kilometer. Hij is als training. Hij is bezig voor een limietpoging de komende maanden voor het EK. Op de 10 kilometer en deze 5 kilometer die paste perfect in zijn training. En die liep eigenlijk de tijd die hij op zijn borst had staan. Hij had 1,4,4 naar liep 1,4,4,3, dus 14 minuten. Oké, Peter. Wanneer is de volgende competitiewedstrijd? De competitiewedstrijd op 20 mei. Oké. Nou, dan spreken we elkaar misschien weer. Ja? Mogelijk, hè, ja. Bedankt voor nu en succes met je teams. De heren en vrouwen van Olympus 70 die vandaag hun eerste competitiewedstrijd goed afsloten in Hoorn.